Rotterdam Ahoy in NCRV's mini voetbalshow. Goedenavond, dames en heren. Vanuit een volgepakt Sportpaleis Ahoy gaan wij kijken naar mini-voetbalwedstrijd. Wedstrijd in Pool A, Rotterdam Ahoy. Speelt in het voornamelijk wit, een beetje groen daarbij. En de militairen, voornamelijk in het oranje. Het zijn twee ploegen die zich gekwalificeerd hebben voor de halve finales. U kijkt naar links Lau van Ravensliep van Nuffel, spelleider. En Fred Dalcour, scheidsrechter bij deze wedstrijd. Twee ploegen wilde ik u vertellen die zich gekwalificeerd hebben voor de halve finale. Maar die nog wel moeten uitmaken. Welke 1 dan wel 2 eindigt in die pool A? Dat is natuurlijk van belang in verband met de tegenstander die zij treffen in die halve finales. Warming-up van de beide teams. Je kijkt naar de militairen die Pieter van der Wildenberg, een gerenommeerde kracht, missen. Die jongen is op herhaling in West-Duitsland. Wat ook geldt voor de Rotterdammers die Hans van Ede missen. Die zijn vervanger Rob Teuns ook missen. Respectievelijk geblesseerd en ziek. En in de ploeg bij de Rotterdammers verschijnt voor het eerst vanavond Maarten Polderman. Hij voetbalt bij CVW. Hij zaalvoetbalt nog bij de Rosette. En ik weet uit eigen ervaring dat hij een voortreffelijke zaal en dus ook minivoetballer is. De nummer 3, dat is Maarten Polderman. Jan Bruis in beeld. Enfin, Adest Musica, daar zit muziek in. Betekent dat uit Sassenheim heeft de minivoetbalmars beëindigd. En dat betekent dat we zo langzamerhand gaan beginnen aan deze wedstrijd. Die nogmaals van belang is voor de eerste of tweede plaats in Pool A. De beide basisopstellingen die zijn naar de overkant gecommandeerd. Vier veldspelers en een keeper aan beide zijden en we zijn bezig. Jan Bruis wint die bal. Pakt die bal voor Rotterdam Ahoy. Hans Venneker. Arie van der Sluis. Geblesseerd geweest aan zijn heup. Maar hij kan weer spelen. Beide ploegen hebben geen enkel alibi om bijvoorbeeld behoudend te spelen. Omdat ze zich immers geplaatst hebben voor die halve finale. Ze kunnen er dus een mooie show van maken. Jan Bruis. Arie van der Sluis. Bruis. Riedijk. En hij schiet snel, maar dit was te snel. Toon van Helvoort. In de solo, Martin van Zanten. Er staat de nummer 4 bij de militairen klaar. Kees Pek, ook een debutant dus. Van Zanten. En dat was Hans Venneker die werd geraakt. Van Zanten. Spek. Klaver stond achter die goal. Van Zanten. Balbezit voor die militair. Rotterdam komt er niet aan. Van Zanten. Rechts is spekvrij. Wordt niet aangespeeld. En dan had hij alleen maar getoucheerd behoeven te worden door Kees Spek. En dan was het 1-0 geweest. Voor de militairen. Die altijd bekend zijn vanwege het goede gebruik van de ruimte. Goede verdeling van die ruimte. Arie Riedijk. Hij kan hem niet kwijt. En nog steeds niet. Niemand biedt zich echt aan. En dan krijg je dit. Hans Sint-Nicolaas voor het eerst aan de bal. Hans Venneker. Kan een man uitspelen. En daar zit Peter Klaver goed tussen. Het eerste gerichte schot van Arie Riedijk. En de redding is van Frans van der Broek. Dit is Arie Riedijk. Van der Sluis. Venneker. Hard. Hij had opnieuw geblokkeerd. Appel voor Hens, maar dat is een tikje overdreven. Martin van Zanten, goede paas. En dat zal... Ja, daar zit Hans Venneker uitstekend tussen. Peter Klaver zou anders in een uitstekende schietpositie zijn gekomen. In rol voor Van Helvoort. Hij krijgt hem terug. Spek. En dan is er een verdediger te veel. Je verdedigt met z'n drieën en je valt aan. Met z'n vieren. Volle bak. Het Sportpaleis hier weer.
Goed geblokkeerd. En dan mag die Kees Pek niet naar die bal toe gaan, want hij moet op die andere helft blijven. Jan Bruijs voor Rotterdam Ahoy, dat van rechts naar links speelt. Van der Sluis. Bijna 3 minuten bezig, nog geen goal. Bruijs. Riedijk. Fenneker staat voor het doel vrij, maar wordt niet aangespeeld. En nu wel! En dan is het schot slecht gericht, maar de opzet van die aanval was natuurlijk goed. Dit is Hans Fenneker. Van Helvoort voor de militairen. Van Zanten. Nou, uitstekend gedaan van Helvoort. En dan ging Hans Sint-Nicolaas eigenlijk te vroeg liggen. Maar hij blokkeert die bal toch van Helvoort. Geen steun, Peter Klaver. Martin van Zanten. En zo kan het natuurlijk ook. Van Helvoort. Spek komt dan niet aan en lichamelijk contact. Hans Fenneker. Weinig overtuigend spel tot nu toe van Rotterdam Ahoy, moet ik eerlijk zeggen. Dat geldt eigenlijk ook voor deze ingreep van Frans van der Broek, de keeper. Van Helvoort. Klaver. Van Helvoort weer. Samen met Martin van Zanten het meest aan de bal. Hard en een goal! Uitstekend schot! En een wat verschrikte reactie van Hans Sint-Nicolaas. Die van deze afstand toch eigenlijk niet gepasseerd mag worden. Goed schot van Martin van Zanten, de militaire leider met 1-0. Het gat behoorlijk geraakt, maar niet erdoor. Frans Bouwman neemt die corner. Bouwman die een inrol wil hebben. Krijgt hem ook. Moeilijk van de bal af te krijgen vaak. Fenneker, Bruijs. En dan slordig werk van bijna allemaal. Nou, dat zijn we niet gewend van Arie Riedijk. Man met de beste bankcontrole bij de Rotterdammers. En dat was Maarten Polderman voor het eerst aan de bal. Hij is weer aan de bal nu, Maarten Polderman. Goed schot, goed gericht schot. Getoucheerd in de tweede corner voor de Rotterdammers. De vierde wordt een penalty, u weet dat langzamerhand wel. Dat is niet best gedaan. Toch heeft Polderman die bal nog. Bouwman. Probeert het gat weer te doorboren, maar u ziet hoe dat niet gelukt. Spek, hij is hem kwijt. Polderman. Polderman heeft een geweldige conditie, zeer bewegelijk. Droge voetballer die ineens kan scoren. Situaties waarin je dat niet verwacht. Hij komt op. En het is weer Polderman. En hij schiet weer. Dit moet een goal zijn. Het is geen goal. Oh, wat een kans daar voor Frans Bouwman. Via die paal geen doelpunt. Dat kun je ook pech noemen. Van Zanten. Levendige wedstrijd. Ruim 6 minuten gespeeld. 1-0 voorsprong voor de militairen. U zag de eerste actie van weer een nieuwe jongen. Dat is Jan Harting. Arie Damsma namens Rotterdam aan de bal. Lange paas, hij komt ook aan. En dan dit. En dit moet een goal zijn. Het is een goal. Combinatie Damsma, Bouwman, Riedijk. En Riedijk, dit is hem. Hij is de man die de zaak gelijk maakt. Riedijk 1-1. Goeie combinatie. Dan is dit uiteraard lichamelijk contact. Damsma krijgt die bal mee. Polderman aangespeeld. Ziet hoe lang we bezig zijn en wat de stand is. Bouwman. Weinig steun, te weinig steun. Bouwman nog steeds. Nu pas zijn er opkomende mensen bij de Rotterdammers. Zo komt hij dan nooit langs. Want die zonnedekking van die militairen is altijd en vanouds erg goed. Die was erg hard van Damsma. Polderman. Bouwman. Nou, zijn inleiding en beweging was erg mooi. En dan was dit ook erg mooi. En toch ook die goede reactie van Frans van der Broek. Knap voetbal. Militaire in moeilijkheden. Van Zanten aan de bal. Hij komt er langs. Houdt die bal binnen. Uitstekend werk. Damsma goed ertussen. Riedijk erbij.
Lange paas en dan de keeper. Ja, goed gedaan. Van keeper naar keeper. En zo gaat het spelbeeld heen en weer. Damsma. Dat is lichamelijk contact, maar ik dacht dat er geen opzet bij was. De man die onderuit ging was Jan Harting, de nummer 7. Spreij aan de bal. Van Zanten. Van Dullemen. Komt hij 1-2 en dat lukt niet. Dan is Polderman hem kwijt. Van Zanten. Nico Spreij. Goeie paas op Van Dullemen. En daar zit Sint-Nicolaas agressief tussen. En zo hoort het ook. Bouwman. En een wat merkwaardige pose. Van Dullemen. 8 minuten en 43 seconden gespeeld. 1-1 stand. Spreij. Van Dullemen. Actie moet er komen. Dat willen de mensen zien. In de zaal en uiteraard, als het even kan, ook op het veld. Jan Bruijs aangespeeld. Arie van der Sluis, ja, goede actie. Dat is te moeilijk, want Arie Damsa moest die bal met het rechterbeen geven. En dat is niet zijn favoriete been. Maar hij heeft hem nog steeds. En hij scoort! En een onmogelijke situatie. Onderuit gaan, opstaan, die bal toch weer krijgen en dan Graafwinkel. En daar heeft dan deze keeper, Frans van den Broek, geen antwoord op. Damsma scoort voor Rotterdam 2-1. Harting, Spreij, Klaver. Dullemen. Klaver, hij moet hem spelen nu. En is dat te laat, maar nu gaat het toch goed. Oh, en dan gaat die keeper weer te vlug onderuit. En dan is er toch geen goal. Maarten Polderman haalt hem van de doellijn af. Maar een mooi moment uiteraard. En dat is ook goed. Polderman. Komt hij eraan? Ja. Maar hij kan hem niet goed kwijt. Klaver. Van Dullemen. Offensief van die militairen. Spreij. En daar komt het schot. Punters. Moeilijk te verdedigen. En dat weet Nico Spreij natuurlijk zeer goed. Slecht uitgegooid. Volkomen onnodig. Goede actie van... goed schot trouwens ook. En aangeraakt. Goed schot van Nico Spreij. En aangeraakt door Hans Sint-Nicolaas. Dullemen, Klaver, Spreij, Klaver weer. Slecht. En dan moet er een paas komen op Van der Sluis natuurlijk. En dan een fout! Oh, wat een blunder! Aangeraakt door de keeper. Dus niet vanaf de andere helft gescoord. En dus een goal. Ongelofelijke blunder van deze man, Frans van den Broek. Je kunt hem, op wiens naam moet je hem eigenlijk, toch maar op die van de keeper vind ik eigenlijk. Frans van den Broek, eigen doel. Het spel gaat door, Peter Klaver, paas, goeie, actie, ja. En met de mogelijkheid natuurlijk van Jan Harting. Jan Bruijs voor Rotterdam. 11 minuten, bijna 12 minuten gespeeld. Lange paas op Arie van der Sluis. Uitstekend gedaan. Dat is nou eens een lange paas die aankomt. Riedijk. Maar de zone is gesloten. En kom daar maar eens door. Dan zou je toch één man uit moeten spelen. En dat kan. Althans, het had gekund. Door die goede inleidende bewegingen van Arie Riedijk. En het vrijlopen uiteraard van Arie van der Sluis. Vergeet dat ook niet. Spreij. Van Dullemen. En dan deze wat wilde trap van Peter Klaver. En zo gaan we verder. Riedijk neemt aan.
Jan Bruijs. Versnelling nu. Hard en goed ingeschoten. Corner, dat is de derde voor Rotterdam Ahoy. Dijk, Van der Sluis. Hij krijgt hem dan niet door. Maar hij kan nog een keer. En dan wordt het naar mijn smaak een inrol, ja. Voor Rotterdam, Venneker. Riedijk. De bedoeling was dat Van der Sluis dit projectiel zou koppen, maar daar paste hij voor. Ik kan hem geen ongelijk geven. Spek. Klaver. Militairen worden een tikje overspeeld, heb ik de indruk. Spek. Ja, het zijn de keepers niet bij. Het is Kees Spek. Dit is hem, die Hans Sint-Niklaas volkomen verrast. En zo is het 3-2 geworden. Hoe komt het nou dat een keeper zo gepasseerd kan worden? Omdat hij niet stilstaat op het moment dat het schot komt. En dan ben je machteloos. Je kan niet heen of weer als je al heen en weer gaat. Zo ligt het eigenlijk. Je kan dan niet meer reageren. En dat is een corner en dus een penalty. Ik weet niet wie die bal gaat nemen. Ik denk aan Riedijk eigenlijk. Terwijl wij ruim 14 minuten gespeeld hebben. Riedijk inderdaad achter die bal. Hij is in dit team inderdaad de specialist met penalties. Benieuwd of hij Frans van der Broek kan passeren. Hard en geen goal, maar zo wel. Zo kan het natuurlijk ook. Hij is snel, hij kan er snel bij zijn. En zo was hij eigenlijk de tweede keer inschoot. Die bal tegen de onderkant van het net, zo had die penalty er eigenlijk in moeten gaan. A la Johan Neeskens, zoals wij dat ons herinneren van de WK 1974. Vele malen. Ik was aan het vertellen dat Rotterdam Ahoy zoveel mogelijk op de helft van de tegenstander speelt. Daardoor komt dat militaire team niet tot het voetbal dat het graag speelt. Van Dullemen. Hard en geen goal, maar wel aangeraakt. En dat is de tweede voor het militaire team. Zoals zaalspeaker Dick Paschier je ook al rondriep. Van Zanten. En dat wordt helemaal niks. Hans Sint-Niklaas gaat inrollen naar Maarten Polderman. Verdediger te veel bij de Rotterdammers, dus een vrije trap bij het voor het militaire team op de punt van het doelstrafschopgebied. Waarom dat daar moet is mij onduidelijk, maar Fred Dalkuur, de scheidsrechter, die mag het zeggen natuurlijk. Slecht genomen. Het rammelt bij de militairen. Mogelijkheden voor Rotterdam Ahoy om die zaak nu te gaan beslissen. Goeie uitrol. Jan Bruijs. Niet overtuigend gestopt, maar hij heeft hem dan toch. Steun en nu wel goed gestopt door Frans van der Broek. Die weinig steun krijgt van zijn verdediging en daardoor in moeilijkheden komt. Inrol voor Hans Venneker. Maarten Polderman. Jan Bruijs. En dan gaat hij dat gat maar zoeken, maar er moet nou toch steun komen. Arie Damsma. Bruijs had die bal misschien kunnen onderscheppen. Van Zanten. Hard en een goede redding van Hans Sint-Niklaas. Het cornergebied en het doelstrafschopgebied moet ontruimd zijn. En dat was niet het geval. En als er dan niet opgelegd wordt, dan krijg je dit soort goals. Corner van Martin van Zandt en Nico Spreij die de zaak op 4-3 brengt. Spreij 4-3. Ingestudeerd hapje. Intussen hebben we natuurlijk wel 7 goals gezien in bijna 20 minuten minivoetbal. En als het ook in de tweede helft zo doorgaat, dan wordt het een doelpunt festijn, dat is duidelijk. Martin van Zandt. Oh, als de nummer 2, Nico Spreij, de man van die goal zojuist, deze bal onder controle had gehad, had hij moeiteloos kunnen scoren. Bruijs, terwijl Rotterdam een tikje gas terugneemt. Bruijs, komt hij hieruit? Hij komt eruit. Arie Damsma. Arie
Harry Damsma is een jongen die in zaalvoetbal nog wel eens tot aankomende lange passes kan komen. Polderman, te weinig steun. Van Zanten. Aangeraakt. En dan is dat de vierde corner die natuurlijk nog wel genomen moet worden. De tijd is bijna verstreken. Nog 7 seconden. En het is Van Dullemen die de zaak op 4-4 kan brengen. Van Dullemen oog in oog met Hans Sint-Nicolaas. En ook deze Van Dullemen is zo geroutineerd dat we moeten aannemen dat hij scoort. En hij doet het. Bal is te houden. Het is een trieste constatering van Hans Sint-Nicolaas, maar u zult dat met mij eens zijn. Hij was niet hard, hij was te schokken. Dan nu, we hebben 20 minuten mini-voetbal achter de rug. 8 goals, dat is toch best aardig. Van Zanten 1-0, Riedijk 1-1, Damsma 2-1. Van den Broek in eigen doel 3-1, Spek 3-2, Riedijk 4-2, Spreij 4-3 en Van Dullemen via die penalty 4-4. U hoort en ziet al trouwens... van de tweede helft aangeeft en dat alles terwijl Adest Muzica afmarcheert. Wij zijn er klaar voor, camera's uit het veld, bal uit de cilinder, we zijn bezig. Jan Harting, erg snel is die jongen. Zo snel dat zijn medespelers er niet eens bij kunnen zijn, waardoor hij geen steun heeft. Verre uitworp, niet onder controle te krijgen uiteraard voor Arie van der Sluis. Toon van Helvoort, Martin van Zanten. Goed ingegrepen van Arie Riedijk. Wat doet Van der Sluis? Hij wordt op tijd geblokkeerd door Martin van Zanten. Die altijd zeer koelbloedig blijft in deze situaties. Goed werk daar van Jan Bruijs. Gevaarlijk spel van Harting. En dat vindt ook deze man, Bob Jansen, coach van de Rotterdammers. Fenneker. Van der Sluis, die zich tegen Kees Beck aandrukt en dan toch een vrije trap meekrijgt. Blauw van Ravens die een schrobbering uitdeelt naar de spelersbank. Want daar werd behoorlijk gemopperd. Van Zanten. Militairen van rechts naar links. Spek. Geblokkeerd. Fenneker. Het gaat allemaal erg kalm aan bij het militaire team. Kees Spek. Goeie paas op Toon van Helvoort. Springt zijn bal weer weg. Ja, dat is goed. Kees Spek. Goed geblokkeerd door Hans Sint-Nicolaas. Net op tijd erbij. Goed gedaan. Nou was de uithaal van Kees Beck ook te lang. Hè? Het moet allemaal erg vlug gebeuren. Arie Riedijk, oog in oog. En hij omspeelt die keeper en hij scoort. Hij gaat wel onderuit. En de wat moeizame valtechniek van hem. Die loopt ook allemaal goed af. Uitstekende goal, goed afgestraft die fout. Riedijk scoort 5-4. Harting, Helvoort. Van Zanten, hard, net over. Arie Riedijk, op de fluwelen voeten. Kijk het even. Daar maar eens aan. Bruijs. Bouwman, nog weinig van gezien. Fenneker, Bruijs. En zo lenig is Jan Bruijs ook weer niet. Maar hij had ook maar 1 uur gymnastiek op school gevoerd. Frans van der Broek, die keeper.
Jan Harting aangespeeld. Hij komt er niet aan, want Venneker is fanatiek. Harting. Van Helvoort. Spek. Van Helvoort. Spek weer. Van Zanten vrij. Te veel schijven bij die militairen. Zo kom je er natuurlijk nooit langs. Verder. Rotterdam speelt wat gehaarder. Wat directer ook. Harting. Spek. Onzuiverheid troef in deze fase van de wedstrijd. Van Zanten. Een paas, een 1-2'tje met Fred Delcour. Die dit niet begrijpend aanzag. Maar hij is dan ook scheidsrechter. Frans Bouwman. Wat is Tina toch weer aan het doen? Gallery play noemen ze dat in West-Duitsland. Het zou leuk geweest zijn als hij had gescoord. Goed gedaan van Hans Nicolaas. Maakt wel een overtreding, maar redt een doelpunt. Van Helvoort. Goed gewerkt. Verder. Paas op Frans Bouwman. Teruggaat en daarmee de militairen de gelegenheid biedt om zich te hergroeperen. Bruis. Bouwman. Kees Spek. Martin van Zanten. Toon van Helvoort. Een beetje emotieloos wat de militairen doen. Nou moet de paas nog komen. Natuurlijk, Frans Bouwman. Dan had hij al moeten zitten, maar het kan ook straks misschien. Hij zoekt de medespeler. En vindt hem nu via Bruis in Damsma. Riedijk, Bouwman. Ja, uit die hoek kan het natuurlijk nooit. Zo had het gekund. Van Zanten. En een mogelijkheid voor Bruis. Nou, dat moet een goal zijn in het geval van Bouwman. Ja hoor. Die twee drukken elkaar inderdaad blindelings vinden. Bouwman is niet zelfzuchtig. Tikt die bal naar Arie Riedijk en dat is de goal. Het is 6-4 voor Rotterdam na 6 minuten en 28 seconden. Riedijk scoort 6-4. Bouwman. Hij wil het alleen gaan proberen. Maar dat valt niet mee als je Martin van Zanten tegenover je weet. Vrij trap voor de militairen. Maarten Polleman speelt een nuttige wedstrijd. Nog niet erg opvallend, maar dat valt ook niet mee bij een debuut. Het geldt trouwens hetzelfde voor de debutanten bij de militairen. Spek en Peter Klaver. En dit is een poging van Kees Spek. Die andere debutant bij de militairen, Jan Harting. Arie Damsma. Hij kan geweldig uit. Ja, dat is de goal. En ook weer in zekere zin eigen doel. Het is dreigend te pasen naar Frans Bouwman. En dan het krullige gedoe bij het militaire team. Damsma scoort 7-4. Met hulp. Dat wel. Van Helvoort. Schitterende knal van deze van Helvoort. Maar geen goal. Damsma. Goed gedaan van Hans Nicolaas, die veel overtuigender keept in die tweede helft. Eerste helft was het een beetje, hij stond erbij en keek ernaar. Maar nu is hij in de wedstrijd. Kees Spek. Nico Spreij. Van Dullemen. Klaver. Goed op tussen gezeten, nuttig gedaan van Maarten Polderman. Spreij.
Kan Bouwman die bal aannemen? Nee, hij mag niet over die helft. Nou, hij speelde de bal op de verkeerde helft. Een verdediger te veel dus. Van Dullemen achter die bal. Goed geblokkeerd van Polleman en dan de paas op Bouwman. Benieuwd wat hij ervan bakt. Nee, dat zal niet meevallen. Er zijn er veel terug. En dan Polleman. Goed gedaan, maar spek op die doellijn. Spectaculair moment in de negende minuut. Of na negen minuut. Dus eigenlijk in de tiende minuut. Balverlies, Damsma. Spreij. Goed gedaan, goed gewerkt daar van Frans Bouwman. Goed teruggekomen, die zaak opgehouden. Typeert toch ook het militaire team op dit moment. Nou, drie man om Arie Damsma heen. En toch komt hij eruit. Riedijk. Riedijk nog steeds. Hij komt niet voorbij Nico Spreij. Wat hij ook probeert, en doet het allemaal zo. Polleman. Geen haast bij Rotterdam. Ja, als je niet afvalt, aanvalt, komt dan pasen. Bouwman. Damsma. Paas op Riedijk, weer zo'n lange die ook goed aankomt. Uitstekend. Op de ring, maar geen goal. Klaver. Spreij, rechtsvrij. Hij krijgt hem en scoort hij. Hij scoort niet. Het is een gekapte goal. Uitstekend opgezet door Spreij, Klaver en Spreij. En het is Klaver die hem er tenslotte in klopt. Een dubbelteller. Dus het is plotseling 7-6 geworden. Riedijk, Polderman. Frans van der Broek, de keeper. Dat is het aardige. En dan geen inkomende Riedijk. En Spreij die die bal aanneemt en kan pasen. Goed werk van Arie Damsma. Dan een slechte paas. Stand in beeld, tijd in beeld. U kunt het allemaal zelf zien. Merkwaardig scoreverloop. Het aardige is natuurlijk dat zo'n gekopte goal die zaak ineens totaal verandert. Militairen hadden dat goed door. Riedijk in de rug gelopen. Of Sluis in de rug gelopen. Dullemen. Spreij. Goed gewerkt van Dullemen. Weer Spreij. Veel achterom. Het is een corner. Het is de eerste voor de militairen. Voor de tweede serie. De eerste wel te verstaan. Klaver. Van Dullemen. Pressie nu van het militaire team. Maar erg gevaarlijk nog niet. Dat kan snel veranderen natuurlijk. En weer een corner. Maarten Polleman die hem weggeeft. Klaver. Even een moment zonder initiatief bij het Rotterdamse team. Inzinking. En daar gaan, als ik me niet vergis, de militairen gebruik van maken. Dertien goals hebben we te zien gekregen. Tot nu toe. Maarten Polleman gaat inrollen. Riedijk aan de bal voor Rotterdam Ahoy. Hans Venneker aangespeeld. Geen beweging zonder bal. Van der Sluis. Riedijk weer. Venneker. Van der Sluis. Nou, goed opgezet, goed geblokkeerd. Goed doorzien dus van Frans van der Broek, de keeper. Sluis rolt in. Venneker. Riedijk kan er niet bij. Polderman. Militairen komen er niet uit. Dus gaat hij weer naar Riedijk. En die kan niet uithalen. Harting, goed gedaan door Venneker, maar wel Hens. Was het ook wel. Spek van Dullemen. Harting achter die goal of naast die goal. En dan getoucheerd door Arie Riedijk. Een inrol. Dullemen. Klaver. Haalt uit. Op de voeten van Hansje Nicolaas. En dan een uitgooi in. Ja, wat gaat hij daarmee doen? Hij komt er niet langs, Riedijk. Of Van der Sluis. Ook niet tussen de benen door. De zaak is goed afgeschermd. Het is wel leuk om te zien. Keeper buiten zijn doel, straks op niet. Erg mooi.
Het levert natuurlijk niks op, maar het was wel leuk. Merkwaardige acties soms van Arie van der Sluis. Klaver. Die dicht bij die goal komt. Maar die bal niet onder controle had. Verdeker. Bruis. Geen steun. Moet wachten. Van der Sluis. Riedijk. Verdeker. Van der Sluis. Bruis. Riedijk. De bal gaat rond, circuleert, maar het levert niks op. Komt ook natuurlijk omdat die militairen weinig doen. Ik vind het allemaal wel best zo, die 7-6 strand. Vooralsnog. Een poging om het gat te doorboren, maar dat leek eigenlijk nergens naar. Van Dullemen. Harting. Van Helvoort. Erg hard, goed gered. Van Dullemen. Harting. Rotterdam laat het afweten. Klaver op de rand, geen goal. Geen steun voor Venneker en dan Riedijk die bal tenslotte te pakken krijgt. Frans Bouwman. Wat pakt hij ervan? Hij wilde een 1-2'tje. Ja, Bouwman die heeft wel de goede ideeën. En als hij echt in vorm is, dan is het ook ontzettend mooi wat hij doet. Maar het lukt allemaal niet helemaal. Beetje unieke kans natuurlijk voor Harting. En een schitterende actie van Jan Buijs. Erg fraai. Heel snel. Soms de backline.